Ja, als je heel reëel bent en uh, naar de wedstrijdbeeld kijkt, dan uh, is het, uh, zijn we blij met het punt. Ik denk dat we dat, uh, da daar ook mee moeten afsluiten. Uh, ondanks wat ook Remco zei, we hebben natuurlijk een aantal kansjes gehad. Hè, met name toen we in de tweede helft startten. Toen waren we natuurlijk wel uh, hadden we wel de kans om, uh, om een, uh, een doelpunt te maken ja die van Martijn zat er heel snel in hè ja. ja die zat er in de eerste helft zat de werd van richting veranderd hè ja oké okay, hij schiet op doel en hij uh, wordt van richting veranderd hij zit erin ja en daar heb je dan uh, een 1-0 voorsprong mee tot je, tot je dan met een, uh, een organisatiefout uh, dan die 1-1 om je oren krijgt ja, goed dat gebeurt maar als ik dan kijk weer naar de instelling zoals we vandaag hebben gevoetbald en uh, behalve alleen tegenhouden maar ook loeren op die counter hè want dat hebben we vandaag gedaan dan dan hebben we daar wel de kansjes voor gehad. Maar al met al één punt uh, tegen Bifair ben ik niet ontevreden over. Uh, want de tweede helft kwamen jullie heel goed uit de startblokken. Uh, voor hetzelfde dat maak je weer heel snel uh, maak je een, uh, een, een doelpunt. Ja, Dan had het uh, helemaal uh, voor mooi voor jullie geweest hè, weer zo te beginnen. Nou ja, goed, dan maak je het natuurlijk voor jezelf een stuk makkelijker. Waarom? Omdat je dan nog steeds natuurlijk van achteruit kan blijven voetballen. Hè? Nog steeds loeren op die counter. Alleen je krijgt wat meer ruimte omdat zij risico moeten gaan nemen. En bij een 1-1 stand lieten ze natuurlijk nog steeds één, aanval, of één verdediger meer staan dan het aantal aanvallers. Ja, dus dan, dan blijf je gewoon in dat blok voetballen. Het was vandaag even puzzel van jou met, je, met, de, met de opstelling. Je bent eruit gekomen. Maar heb je nou ook al gezien dat uh, andere jongens er wel uh, kwaliteit hadden waar je eigenlijk niet van wist? Nou goed, ja kijk, we weten dat uh, bijvoorbeeld Rick Hartenveld die op 10 speelde en die speelde een goede pot, uh, die, keihard werkend. Uh, ik weet wat Rick kan, uh, alleen Rick die zit vaak met zijn werk. Nou, die heeft nu de afgelopen weken meer kunnen trainen en, uh, en, en ook met de groep mee kunnen trainen. En dan is dat een, een snel gemaakte keuze. Bij de anderen zijn dat spelers die zitten bij de eerste 18 en dan ga je. Natuurlijk ga je vallen op de spelers die bij de eerste 18 zitten. En dan is dat even puzzelen, want je mist er in totaal missies vijf spelers die normaal gesproken in de basis staan. Ja, goed, is geen excuus, maar de jongens die er stonden vandaag, die hebben gewoon gedaan wat ze uh, kunnen doen en uh, horen te doen. En uh, proficiat ermee. Lodi uh, Dijkhuizen komt terug van de ziekte van Vijver. Hij heeft het nog lang uitgehouden? Ja, hij heeft het langer uitgehouden dan dat ik zelf het had verwacht. Hij was, nou, op het laatst was hij echt helemaal leeg. Uh, gaf het ook aan nog vijf minuten. Nou, die vijf minuten heb ik hem niet gegeven. Maar uh, hij, uh, hij heeft wel stinkend zijn best gedaan. En ik vind dat de kunst van waar hij nu komt hè, met de ziekte van vijver. en wat hij vandaag aan een aantal minuten heeft gemaakt. dat is dat wel veelbelovend voor de toekomst. Doelstelling voor dit uh, seizoen: eindigen bij de eerste vijf. Uh, ja, in het begin van het seizoen toen dachten we van. Nou, als je dat zegt dan ben je wel helemaal goed bij je hoofd. Maar dat is er nog steeds nu. Hè? Ja, die doelstelling die blijft staan, hè? eindigen bij de eerste vijf. We staan nu bij de eerste drie, eerste vier, geloof ik, wat ik heb begrepen. Nou goed, als je, als je dat kan blijven vasthouden en dan aan het einde van de rit daarmee een, 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 een na-competitie plekje kan veroveren, ja, dan zijn we als club zijnde, zijn we daar heel erg blij mee. En als spelersgroep, inclusief de begeleiding, ja, dan, dan heb je een goed seizoen gedraaid. Want volgend jaar, je hebt er weer een jaar bij getekend. Het zou mooi zijn als je toch volgend jaar, je hebt je gezegd dat het je laatste jaartje wordt, vier jaar. Dat het een tweede klasse, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Hè? Maar dat is misschien een stap te groot hè? Nou ja, goed, kijk, je moet, je, je moet wel ervan bewust zijn dat als we naar de tweede klasse mochten gaan, onverhoopt via de nakompetitie. En het valt allemaal gunstig en dat is heel ver kijken. Maar als dat gebeurt, dan weet je tot je daar uh, versterkingen nodig hebt om in de tweede klasse mee te kunnen draaien. En dan hopen we dat de spelers die bij ons in de buurt in Benthuizen wonen, die nu wat hoger voetballen, daar wel voor bereid zijn om in de tweede klasse met BSC te voetballen. Maar dat is dan uh, nog koffie te kijken. Ja, nee, ik denk dat we gewoon dit seizoen even moeten bekijken. En uh, we hebben als doelstelling bij de eerste vijf. En als we het bij de eerste drie doen, doen we het hartstikke goed. En, uh, en verder dan dat moeten we even op dit moment niet, uh, niet kijken.